الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. De eerste pilaar van deze pilaren van het iman is het geloven in Allah. كيف أؤمن بالله؟ Hoe geloof ik in Allah? تؤمن بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Je gelooft in de drie categorieën die eerder zijn genoemd: het tawhid van de namen van eigenschappen van Allah, het tawhid van heerschappij en het tawhid van aanbidding. وتؤمن بوجود الله. En je gelooft in het bestaan van Allah Azza wa Jal. ما الأدلة على وجود الله؟ Wat is het bewijs voor het bestaan van Allah Azza wa Jal? كثيرة جدا. Heel veel. يمكن أن نجمع الأدلة في أربعة أدلة. Het kan zijn dat wij deze in vier zaken vaststellen. الأول العقل يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون البديع إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد. Het verstand ontkent dat al deze zaken die om ons heen plaatsvinden zomaar uit hunzelf zijn ontstaan en niet uit handen van een schepper. نعم. الثاني الحس تكون في كرب شدة تدعو تجدها تنفرج. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو نزل غيث. دليل محسوس ملموس تراه أو تسمع. De tweede categorie van bewijs voorin om te bevestigen dat Allah bestaat, is gevoelsmatig. Een persoon hij bevindt zich in een tijd van rampspoed of moeilijkheid, waarin hij zijn handen opheft naar Allah en vraagt. En voordat hij het weet, is deze moeilijkheid weggenomen. De profeet Sallam die hief zijn handen op en hij vroeg om regen. En het was een moment van tijd en het begon te regenen. We noemen dat het instinct wat Allah in de dienaar heeft geschapen. Iedereen heeft dat instinct. En iedereen is geschapen met het instinct dat Allah Azza wa Jal de schepper is. En de vierde vorm van bewijs voorin is het boek van Allah Azza wa Jal en de sunnah van de profeet Sallam. En in deze vindt men een overvloed aan bewijzen hiervoor.